Ondernemen is niet voor iedereen weggelegd. Ondernemen is niet voor watjes. En ik vertel je graag waarom. Want in Nederland zeggen we al vaak, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar juist ondernemers, topondernemers, zijn de crazy ones. He, dus degene die verder gaan dan waar anderen stoppen. En toen ik onlangs in Amerika was, lieten ze daar een hele mooie video zien van ondernemen. En dat ondernemen niet zomaar stopt. Je bent een ondernemer of je bent het niet. Nou, als je naar mij kijkt, ik ben nu op een vakantiebestemming en voor mij stopt het ondernemen niet. Ik vind het juist fantastisch om in zo'n omgeving, net zoals hier, zo'n mooi beekje op de achtergrond, dat ik juist hier ook video's opneem. Want daar word ik blij van. En ik doe waar ik blij van word. En dat is ook wat het ondernemen inhoudt. En dat ondernemen niet voor watjes is, heeft te maken met allereerst, ondernemers niet voor iedereen weggelegd. Je hebt heel veel doorzettingsvermogen nodig. Maar weet je nog niet zo goed waar je moet beginnen, is dat niet erg. Ook ik heb net als jij aan het begin gestaan. En ik heb trajecten gevolgd, trainingen gevolgd, opleidingen gevolgd, om hier nu op dit punt te komen staan. Dus je kunt alles leren als je maar graag wil. En daar staat die vlinder van mijn bedrijf ook voor. Verandering, transformatie. Omdat ik geloof dat je alles kan veranderen wat je maar wil. En ondernemerschap zorgt allereerst voor persoonlijke ontwikkeling. Want zakelijk succes valt of staat met persoonlijke ontwikkeling. Kom je als ondernemer niet vooruit, ben je niet succesvol, dan zit het binnen een aantal dingen waarvan er één daarvan persoonlijke ontwikkeling is. Als ik kijk naar degene die ik coach, als zij vastlopen, dan heeft dat vaak daarmee te maken. En coach ik ze op dat vlak verder om ook succesvol te zijn. Dus persoonlijke ontwikkeling, weet dat als je het ondernemerschap stapt of als je verder gaat groeien, je steeds een stap verder komt in je ontwikkeling. Dan heb je natuurlijk zakelijke groei. Dus je gaat enorm veel leren over bedrijf runnen. Wat is nodig voor succesvol en winstgevend ondernemerschap? Wat komt er allemaal bij kijken? En waardering. Je krijgt enorm veel waardering en erkenning voor het feit dat jij bedrijven helpt te laten groeien. Jouw daadkracht, jouw inzet wordt echt beloond. En dat is heel anders als in loondienst. Daarnaast krijg je een heel voldaan leven. Omdat jij als ondernemer kiest waar jouw hart ligt. Dat ga jij doen waar jij blij van wordt. Daar ga jij mensen bij helpen. En dan krijg je een heel voldaan leven. Dus mijn drang was altijd om heel veel mensen te helpen en ik wist niet zo goed hoe, totdat de VA-schat op mijn pad kwam en dat heeft me enorm veel gebracht. Dus je hoeft niet jarenlang de schoolbanken in, sterker nog, veel leren in de praktijk en meteen toepassen. Want je gaat het pas leren als wat je leert aan strategieën ook meteen toepast bij bedrijven. Dus ook ik heb zo aan het begin gestaan en ook ik ben zo verder gaan groeien. Dus ik ben heel benieuwd. Voel jij je een crazy one? Voel jij dat je het in je hebt? Ook al moet je het nog ontwikkelen, maar dat je met hulp daar echt wel gaat komen. Ondanks bepaalde onzekerheden. Dat je weet van, het zit in mij. Hoe dan ook. Voel jij je een crazy one? Of is het niks voor jou? Dat kan even goed ook. Maar ik ben heel benieuwd. Laat me even weten of jij ook een crazy one vindt. Net zoals mij.